Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van de Do-It-Yourself Diva. Ik ben best wel een fan van Blond Amsterdam. Niet dat ik een hele kast vol heb, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus toen ik zag dat ze ook workshops geven, stapte ik meteen in de trein richting Amsterdam. In de Ferdinand Bolstraat zit het café, de winkel en daarin is ook de workshopruimte. En ja, alles is roze. Heel erg roze. Dit is de workshophoek. Op de website staan allemaal voorbeelden van bekers en bordjes die je zelf kunt gaan maken. Ik dacht dat we de beker party hadden, dus ik heb hem een fotootje gemaakt en in mijn programma Procreate Pocket, mijn tekenprogramma op mijn telefoon, heb ik hem overgenomen en ben ik alvast gaan schetsen. Kijk, dit is een variant met heel veel roze en ik heb ook nog een versie in Delfts blauw gemaakt en toen kwamen we daar en toen bleken we toch de beker cake te hebben gekozen. En die is ook ontzettend leuk om te doen. Misschien nog wel leuker dan party eigenlijk. Je begint de workshop met een geweldige taart naar keuze. Kijk, op het bordje zie je de verf met penselen voor elke kleur, zodat het niet door elkaar gaat en dat het dan bruin wordt. En ja, als je tussendoor zoveel koffie of thee neemt, dan moet je ook even naar achteren. Het is niet mijn gewoonte om toiletbezoek te delen, maar dit moest ik jullie toch echt even laten zien. Het is zo grappig. Weer handen wassen en weer verder. Ze doen ook helemaal niet moeilijk. De beker rechts had dat meisje uit de shop gehaald om mij als voorbeeld te laten zien hoe ik Delfts blauw kon schilderen toen ik vertelde dat ik van die blauwe strepen wilde. Normaal heb ik altijd wel moeite met cijfers en letters verven, maar in dit geval ben ik best tevreden ermee. Hier zie je de verf weer. En dit is de oven waarin de beker afgebakken wordt. En om alles uit elkaar te houden, hebben ze zelf dit onderop geschreven. Wij kozen ervoor om het te laten opsturen. Dat is een tientje. En dan denk je van, nou, dat is best duur. Als je het laat versturen, dan is het zo'n beetje 7 euro. Maar als je het openmaakt, dan zie je ook waarom het wat duurder is. Het is echt heel zorgvuldig ingepakt. En ja, het is net een cadeautje. Het ziet er heel leuk uit. En dit is het eindresultaat. Ik ben hartstikke blij met mijn beker. Hij is niet perfect, maar ja, dat ben ik zelf ook niet. En nu ga ik hem voor het eerst uittesten. Een lekkere gemberthee. De blond bekers in de winkel worden gemaakt met een transfer. Een soort folie waarop de print staat. Hier rechts zie je het. En dat wordt dan met de hand op een beker gemaakt. En wij hebben weer een mooie aanvulling in onze kast erbij. Deze maakten we zelf. En deze heeft de jongste gekocht in de shop. Kortom, het is een aanrader om een blond workshop te doen.